mensen die instappen en nu zijn wij. Ik ben CEO bij ICO Headstart, ICO Headstart ook wel genoemd. Ik heb een achtergrond in marketing en logistiek, met name geïntegreerde bedrijfsoplossingen. Ik raakte heel erg geïnteresseerd in blockchain, daarna ook in bitcoin. Ik heb een bedrijf gehad in 2013 om mensen wegwijs te maken in bitcoin. Je hebt het over het algemeen beter gedaan met bitcoin dan ikzelf. Want we vergeten vaak dat de bitcoins die we kopen regelmatig ook nodig hebben voor ons normale leven. ICO Headstart. Ik ben er zelf vanaf augustus-september van dit jaar actief. De oprichters zijn er al een jaar mee bezig. In tegenstelling tot veel ICO's hebben zij het platform zelf al opgezet. Het is al klaar. Dus we kunnen starten. Vaak zie je in ICO's dat zij iets aankondigen. In een kwartaal een bepaalde omzet, bepaalde doelstellingen willen halen. En dat doen wij dus niet. De oprichters hebben in eerste instantie gekeken van oké, wat gebeurt er allemaal? Je zag net al verschillende ICO's voorbij komen. Belachelijke bedragen, grote bedragen gingen er voorbij. En vaak werd er aan ICO's daarna gevraagd van joh, je hebt zoveel miljoen opgehaald, wat ga je er nu mee doen? En dan kreeg je vaak wisselende antwoorden op. En wij dachten toen van wij kunnen dat anders, wij moeten dat anders doen. Wij moeten de mensen ook beschermen. Voor het geld, voor de ethers die ze willen omwisselen in onze coins. Daarnaast hebben we toen gekeken in eerste instantie ook, oké, wat zijn de percentages die er verbrand worden bij een Kickstarter, bij een venture capitalist enzovoort. En we zeiden van, nou oké, een van onze USP's moet zijn nul. 0% cost. Wat ik net al zei, de veiligheid van de ICO's is heel erg belangrijk. Dat merken wij ook aan onze community. Die weten vaak niet meer waar ze op moeten kiezen. In het begin waren er maar een aantal ICO's, maar het aantal is flink gestegen. Men ziet soms door de bomen het bos niet meer. Wat moet je doen? Een site bekijken, een filmpje bekijken, een white paper. En heel veel mensen lezen niet eens de white paper en gooien gewoon blind hun geld ergens naartoe. Terwijl er bijvoorbeeld zelfs op de website staat van dit is een scam. Mag ik even vragen hoeveel mensen hebben een white paper gelezen? Hoeveel mensen hebben 10 whitepapers gelezen? Ja, het gaat omlaag. Genoteerd. Ik heb er zelf ongeveer nu 100 gelezen. En, dat doe je niet uit plezier, maar je zou wel graag willen dat er een instantie is die het voor je doet en het ook op waarde schat. We werken met mensen die een achtergrond hebben in de bankwereld. Daarbij worden natuurlijk de voorstellen heel anders beoordeeld dan bij een ICO. Waarom? Bij een banklening bijvoorbeeld wordt er gevraagd van hoe lang sta je al, wat is je achtergrond, wat is je bedrijfsplan, wat zijn je jaarcijfers enzovoort enzovoort. En bij een ICO is dat vaak niet het geval. Dus dat maakt het wel wat moeilijker, maar we hebben accountants, juristen enzovoort, mensen die daar goed in willen beoordelen. Hebben we die selectie gehad, dan komt de finale selectie bij onze community. De wisdom of the crowd. Zij bepalen uiteindelijk welke ICO's gefund gaan worden. En de MOAT is onze token, Mother of All Token. En die staat voor alle ICO's die door ons platform gefund worden. Ik heb hier 8 USP's opgegeven, of 9 zijn te worden. Allereerst natuurlijk veilig, dit was geloof ik een klikkertje. Yo. Screened ICO's only. We werken met experts, ervaren traders. Onze trainingteam komt op beursplein 5. Het ICO Headstart Seal of Approval, dat wordt gegeven door onze compliance afdeling, zodra een ICO goed bevonden is. Uiteraard onze community die heel goed meebeslist, daarnaast 0% kosten. We delen 100% van de winst, 80% gaat terug via ons buyback programma, 20% gaat naar de nieuwe ICO's. En daarnaast, we geven niet in één keer het geld uit aan een nieuwe ICO die gefund is. Nee, we spreken met hun af. Timelines, milestones, alles wat ze moeten behalen. En op een gegeven moment, als ze dat gehaald hebben, dat er voor de rest verdere stappen worden genomen met het uitgeven van het geld. Dit is grafisch gezien ongeveer wat er gebeurt. Aan de rechterkant zie je zeg maar de projecten. Aan de linkerkant onze community. Wat gebeurt er? Een project, het wordt gecheckt, gecontroleerd.
En op het moment dat het goed bevonden is, het seal of approval gekregen heeft, komt het op het platform. Het bedrag wat wordt opgehaald gaat middels smart contracts naar de projecten. Daarbij zijn dus, wat ik eerder al zei, de milestones afgesproken. Het geld wordt uitgekeerd via escrow. Even heel belangrijk is, wij werken uitsluitend met Ethereum. Er werd straks al gezegd, we hebben overwogen met Bitcoin ook te werken, maar de dreigende schaarste en de fluctuaties die daaruit te voren kwamen, hebben we gezegd, oké, we beginnen in eerste instantie alleen met Ether. En daarnaast de projecttokens, die gaan terug naar ons en wij zorgen ervoor dat middels trading, dat is meestal de grote vraag van, oké, jullie geven alles weg, hoe kun je dan geld verdienen? Nou, via de trading van die projecten, van die tokens, daar halen wij geld mee binnen, maar dan weer 80% gaat weer terug naar het terugkomen van onze MOAT. Daarnaast de Ethereum die geïnvesteerd wordt. Per Ethereum ontvang je een backing point. Een backing point kan je gebruiken om te bepalen welke ICO gefund gaat worden. Dus alles is uiteindelijk goedgekeurd door onze community. Cijfers en letters. Ongeveer 3 weken geleden zijn we begonnen met onze countdown periode. Volgende week vrijdag gaan we live met onze pre-ICO, 8 december, uitsluitend Ethereum. Het doel is 120.000 Ethereum. De pre-ICO cap, pre-ICO cap is 33.500 Ethereum. De hard cap 180.000. Net werd voor andere presentatie wordt er al bijvoorbeeld gesuggereerd dat er al een waarde is voor een token, bij ons niet. De tokens, we geven 2,5% uit tijdens onze pre-ICO. En aan het einde daarvan wordt bepaald wat de waarde is van de tokens. Het minimum bedrag wat geïnvesteerd kan worden is 1/10 Ethereum. Nou, dit zijn dus de stappen. We hebben naast een bounty programma. Op het moment dat je je registreert, krijg je erbij een link die je kan doorsturen naar degene waarvan jij denkt die ook interesse zullen hebben. Dan ontvang je 15% over de Ethereums die zij investeren in MOAT. Daarnaast is het zo dat wij een afglijdende schaal hebben van extra MOAT die je ontvangt tijdens de pre-ICO. Start op 8 december. Dan de ICO. Datum wordt bekendgemaakt na de pre-ICO. We weten het natuurlijk niet hoe snel het gaat allemaal. Ik heb nog 2 minuten en dat ga ik redden. Net was het een afglijdende schaal, nu is het een opkomende schaal. In die zin dat de waarde van de MOAT die gaat omhoog tijdens de ICO-periode. En dan wordt er 10% wordt er dan beschikbaar gesteld. En op het moment dat dat gebeurd is, dan stoppen we. We krijgen wel heel veel aanvragen. We hadden niet verwacht dat we zoveel publiciteit in eerste instantie vanuit Nederland zouden krijgen. We richten ons op 2-5%, maar inmiddels het grotendeel van de mensen die zich heeft aangemeld op onze website komt uit Nederland. En dientengevolge ook hebben we heel veel projecten aangemeld gekregen. Wil je naar ons ICO kijken? Allereerst is het heel erg belangrijk dat je whitepaper al voor 95% af is, zodat we die kunnen beoordelen en daarmee verder aan de gang gaan. En dat is dan ons eerste discussiestuk. Veelbelovende cijfers. Is een grote vraag voor ICO's. Er werd daar straks al gesteld om 100 in het eerste helft van 2018. En uiteindelijk gaan er duizenden doorheen. Dat betekent een gigantische omzet die wij gaan behalen. Hieronder staat de groei is gebaseerd op de gemiddelde ICO van 2,5 miljoen. Het geld waar we ophalen met de ICO, we hebben een aardige verbrandingsrate van onze overheads, kan je je voorstellen. De trading is op zich niet de grootste kosten, want die verdienen het als het goed is zelf allemaal terug. Maar het beoordelen van alle ICO's, de tijd die daarin gaat zitten, de advocaat enzovoort, daar wordt een behoorlijke kostenpost. En als volgt worden de MOAT verdeeld. Dit is ons team. Linksboven natuurlijk een hele bekende oud-bankier. Is een gedeelte trouwens van ons team. En de mensen die ons verder adviseren, van Flashboys,
verschillende bedrijven uit Rusland. En de laatste aanwinst uit Azië staat er nog niet bij. Dat was het, dank u wel.